Check hem, hij is binnen, jongens. Oh, het is echt, het is zo fucking awesome. Ik moest bijna huilen toen hij binnenkwam. Let op. Halleluja. Het is kerstkaartseizoen en dat betekent dat we allemaal kerstkaarten krijgen. Vol liefde, vol ontvankelijkheid en de warmte die ons en het kindje Jezus bindt. Ik ben niet het kindje Jezus. Nee. Zo vet zijn als dat ook in de inschrijving stond. Lennart, niet kindje Jezus. Nee, dat ga ik niet editen. Ja, altijd met je rare editverzoeken. Ja, ik verneuk het altijd voor je. Even de kerstkaart openmaken. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik al weet van wie die is. Ik ook, want hij kon niet echt stilhouden via Twitter, zeg maar. Nee, inderdaad. Hij heeft het 6 keer getweet en ook nog in de stream gisteren ongeveer 100 miljoen keer gezegd. Dus, fijne kerst en de beste wensen. Nice. Voor het nieuwe jaar. Veel gameplezier, groetjes, Mark. Nice. Dankjewel, Mark. Dat is een lieve kerstkaart. Dankjewel, Mark. Is Mark geabonneerd op het clubblad? Ja. Dan krijg je ook een kerstkaart terug. Dan wel. Ja. Het Games is Live, Games is Live, liedjes ja. Te koop. Inderdaad. Nou, dankjewel, Mark. Mooie plek midden op tafel. Ja. Ja, voor degenen die de afgelopen tijd een beetje hebben opgelet in de vlog, die weten dat het best wel een rotzooi was hier. En dat er allemaal dozen stonden. Maar wat erin zit, wisten jullie niet, maar konden jullie misschien wel een beetje raden. De shit voor de Gamers at Game Awards. En dat zijn we nu aan het verdelen. En het is echt een enorm werk. Ja, het is echt heel heftig. Want kijk, we hebben alles nou een beetje verdeeld. We hebben een pakketje voor de Nintendo. We hebben een pakketje voor PlayStation. Dat is geen pakketje meer, dat is gewoon een megapakket. We hebben PC-pakket, dat pelt helemaal uit. En er komt dus nog meer bij. En we hebben daar... alle Xbox shit liggen. En ondertussen zijn we dus ook de shit voor de Rebels aan het uitpakken. Ja, want elke gamer zit Rebel. Die krijgt dus een headset, een keyboard, een mousepad. Muis en een muispad van MSI. Hoofdsponsor tiri-tiri-tiri, van de Games at Rebels. Ja, als jij die doos even optilt, dan kan ik dat even laten zien. Ja, dit is het vol headset, hè? Dat is een... What? En hier hebben we dus nog meer headsets. We hebben... mousepads. We hebben toetsenborden. En die hebben we hier nog meer. We hebben muizen. Ziekje. Muizen. Ja, die krijgt er nu niet in met één hand. En wat hadden we nog meer? Oh, dat was het. In ieder geval, het is echt fucking veel. Het is 14 van alles. 12 Rebels plus 2 voor hier, voor in de studio. Ja. En dus, gaat er nog wat naar de Game Awards? Ja, daar gaat ook nog wel wat voor. Jullie kunnen niet tering kijken, jullie krijgen gewoon shit eigenlijk. Dus, nou, dus PC-gamers hebben heel veel geluk. Laten we het daarop houden. Jongens, Wim zien? Kom eens maar laten zien, hè? Zal ik hem doen? De kat wil ook heel graag dat ik hem laat zien. Moet ik hem laten zien? Moet dat? Ga ik hem nu laten zien, ja? Komt-ie. Ik ga er even voor zitten, want staan kan niet. Het is namelijk zo enorm. Check hem, hij is binnen, jongens. Oh, het is echt, het is zo fucking awesome. Ik moest bijna huilen toen hij binnenkwam, let op. Halleluja. Jongens, de officiële Gamers at Rebels jersey. Testversie, want er worden nog wat dingen aan verbeterd. Het is nog niet helemaal de 100% versie, maar je ziet al wel wat er komen gaat. Hè? Kijk, die checker, die fucking mooie mouw hier. Met aan de ene kant hier de Gaming Series logo van MSI. MSI staat ook groot op de voorkant. En aan de andere kant hebben we gewoon ons eigen logootje. Super vet. Nou, wat hier nog mist aan de voorkant is het Gamers label. Dat komt hier, net als op het andere shirt. Komt zo weer zo'n heel klein schattig labeltje. Met aan de voorkant Gamers en aan de achterkant Gamers It's Love, Gamers It's Life. Dan hebben we de achterkant van het shirt. En daar is ruimte voor onze andere sponsors. Nou, dat weten jullie inmiddels wel. De ene is Samsung computerbestel. En we hebben ook nog ruimte voor onszelf. Dit was een foutje. Er is gewoon het punt vergeten. En dat zat wel gewoon in de bronstand. Dus ik weet niet zo goed waarom ze die eruit hebben gegaan. Maar goed, dat wordt nog verbeterd. En ja, dit is nog eigenlijk wel het leukste, want het is natuurlijk echt zo'n voetbaljersey. Het stofje. 100% polyester, zoals je dat kent van de voetbalshirts. En 100% gedrukt.
En ik had een beetje een rare foto gemaakt op de website, zodat het er net uitzag alsof het een jurk was. Dat was alleen dit. Maar het ziet er echt super vet uit, check dit. En het heeft lang geduurd. En dat komt omdat bijvoorbeeld een XXL met deze streepjes, dan loopt het anders door dan bijvoorbeeld een XS en alles ertussenin. Dus dat had de drukker en ik hadden ons daar een beetje in vergist. Van ja, ik had gezegd, jullie maken het design. Heeft ook een gamersbezoeker dit design gemaakt. Maar om het even in de praktijk te brengen, dat duurde even wat langer dan gedacht. Vanwege al die verschillende maatvoeringen en whatever. Maar jongens, de eerste versie is er. En hij is super vet. En hij ruikt ook echt naar voetbaljersey. Terwijl ik nog niet eens in gevoeld heb. Check dit. Ik heb net de tuk-tuk naar de... naar de bedrukker gebracht, want het gamerset gaat eraf. Gewoon echt helemaal. Ik vind het best wel heftig. En hoe die eruit gaat zien, dat zie je volgende week. Is dit een fucking vette cliffhanger of niet? Of moet ik het zo eindigen als GTST? Wacht even. Oh nee, gamersnet is eraf.